10 tel uit de rim, boe! Hierop! 10, 9. Even kijken waar ze zijn. Volgens mij zit hier iemand in, maar. Jongens en meisjes, ja, ik vergeet het nog steeds heel vaak, sorry. Er zijn ook meisjes die mij kijken, 40% zelfs. Dus hallo, jongens en meisjes. Ik sta vandaag weer in Jumpixo Amersfoort. En Jumpixo Amersfoort is weer eens helemaal leeg. Nou, deze twee kereltjes na. Hey, flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1. Anna, je kan een salto. Wat doe je nou? Doe nou gewoon eventjes een salto. Ik kan niet presteren onder druk. Het is geen druk. Ik kan niet presteren. Hier, we zetten de camera hier neer. Alle tijd van de dag. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon eventjes zo en dan heb je een salto gemaakt. Oké, okay, doe kids. Draai maar het springen en dan die backflip maken, ja? Zesje. Ik heb echt te veel. Eind! Verdomme. Ik ben Anna. Als iemand mijn vriendin wil zijn die wel een backflip kan, laat het eventjes hier weten, want hier heb ik helemaal niks aan. Wow, lekker Anna! Die een mooiere broek aan heeft dan Anna. Het valt me wel elke keer maar van je terug. Nee, ja, maar Boris, het ging elke keer zo goed, maar nu elke keer als ik in de lucht zit, bevries ik. En dan wil ik niet meer, want dan ga ik elke keer op mijn bek en dat doet echt pijn. Maar wat gaan we eraan doen? Minder backflips doen. Nee, juist meer backflips doen, want dan leer je het. Net als Enzo, hè? Enzo, flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1. Gast, je landt er nu wel weer in één keer. Let's go. Let's go. Zie je, Anne, dan kan jij het ook. Ik heb een broek gekocht van boasvb.com. Hey, je weet het ook echt uit je hoofd. Ja, staat op haar fucking auto. Oh, ja. Ja. Is dat van een flipcheck? Schotland. Ja. He? Kwam iemand in Schotland en die heeft je het neergetrapt. Ik kwam laatst in het noorden. Best gevaarlijk. Ik schaafde me aan een hooivork. 1, 2, 3, 4, 5. Kom. 5. Je zat echt even vast. Wow. Wow. Wel maar goed gekleed. Jij Boas broek, jij Boas broek, jij Boas trui. Ik Boas broek en jij bent stom. En Enzo die heeft net 3 sprongen gedaan, maar die stelt zich heel erg aan vandaag, want hij heeft last van zijn scheenbeen. Ik doe een fucking dubbel backflip. Ja, maar die heb ik niet gezien. Nee, maar ik heb echt pijn in mijn scheenbeen. Dit is fijn, zo met je elleboog erin prikken. Oh! Anna kan geen salto's, Enzo kan geen salto's, Danny kan eigenlijk ook vrij weinig. Nog steeds. Ja. Durf je een dubbel backflip? Ja. Nu, flipcheck, dubbel flipcheck. 5, 4, 3, 2, 1. Floating. Kijk Enzo, je zou dat maar kunnen, hè? Ja, zo snel ook. Dus de echte salto's die worden aan mij overgelaten. Ik heb laatst hier mijn handen neergezet in de trampoline landen, dubbel back en full in gedaan. Toen moest ik wel eventjes oefenen, maar ik denk dat ik ze nu wel gewoon in één keer kan. Doe zo. Hey, oh. Eerlijk, die was netjes. Byron, I want a cipher. For 1 to 74. Oh, ik heb een leuk idee. Ik doe een trucje en jij moet een naam geven, want jij snapt toch geen vak van namen. Ja? Nee, is goed. Maar ik heb ook een leuk idee. Oh. Gaan we ook even luisteren. 10 tellen in de rimboe. Ja! Ja, Anna vindt het ook leuk. Dat gaan we doen, leuk. Maar eerst moet jij zijn. Oh, kut. Tadaa! Dat was een bokje, een sprongetje en daarna een full kork met backflip. Op zich, als je de kork weghaalt, had je hem goed. Een full backflip. Ja. En noem je full in. Full in backflip. Oké. Okay. Wat we gaan doen dus, 10 tellen in de rimboe. Ik heb geen idee hoe het werkt. Dus ik was aan het basket gooien, kijk waar die bal zit. Dit is oprecht knap. Dat was gewoon de derde keer dat ik gooide. En toen zat hij daar dus in vast. Ja! Ja! De derde keer! Dit lijkt me serieus best moeilijk. Normaal doe ik gewoon altijd zeg maar zo. En dan erin, maar nu niet. Ringloos. Hoe de heck doe je dat? Wacht, had ik hem even? Ja, je had hem even! Hè? Serieus? Ja! Hè? Huh? Ja! Natuurlijk niet, sukkel. Oh man. Ik wel. Fuck yeah. Oh. Je had hem er niet op, of nee. Wel? Nee! Oh man! Deze was serieus. Het was gewoon easy, gewoon achterhand. Hoppakee. Oeh. Ja! Ja! Yeah! Woo! Yeah!
Oké, Enzo gaat hier beginnen. Hij zegt 10 tellen in de rimboe. Van 10 naar 0 aftellen, dan moeten we allemaal verstopt zitten. Als hij niemand kan zien, dan gaat hij bij 9, dan bij 8, dan bij 7, dan bij 6. Als hij wel iemand vindt, dan mag die het blok aanraken. Mag die Enzo aanraken en dan mag hij dus weer een stap verder. Dus dan is bijvoorbeeld achter dit blok zitten niet meer handig. Enzo die snapt er nog niet heel veel van, dus waarschijnlijk gaat het fout. En wat is dit? I believe I can fly. Anna zegt net ik ga scheet laten. I believe I can touch the sky. 10 tel uit de rimboe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Even kijken waar ze zijn. Ja, weet je wat het is? Ik weet waar iemand zit. Maar ik moet hem zien, hem of haar. En ik mag dus dit aanraken. En dan zo even... Het zal me niks verbazen als iemand gewoon hierachter ligt of zo. Ik mag dit aanraken en gewoon rondlopen als ik maar dit blokje aanraak. Er zit waarschijnlijk daar iemand achter. Maar ik kan het niet zien, dus ik ga wel op het blok. En ik zeg... 9 tellen uit de rimboe. 9. Ik zie serieus daar zo een blokje bewegen. Maar ik zie niet de persoon die erin zit. Ik zie wel. Oh, wat is dit naar. Ik weet dat daar iemand zit. Maar ja. Oh, ja, ik zag iemand. Ik zag iemand zijn hand. Ja, maar ik moet wel weten wie dat is. Oké, ik doe een gokje. En als ik het goed heb, dan moet hij eruit komen. Ik gok dat het Anna was. In de hoek. Van de bak. Niet? Oh. En dan ga ik even zo. 8 tellen uit de rimboe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anna is de lul. Want hier is Anna. Hi. Ik was het wel, moet trouwens. Ik kikken, ja, hè? Ja, ik was het wel. Ja, jij lag daar in die hoek. Ik zag iemand blokken gooien. Maar wat ik dus nu mag doen, aangezien ik iemand heb getikt, is dat ik jou mag gebruiken. Ja. Dus jij mag het blok vasthouden. Zo? Of wil je dat ik hem zo vasthouden? Want dan heb je meer ruimte. Dan heb ik meer ruimte en dan mag ik nu je hand vasthouden. Ja. Want dan zit ik nog aan het blok vast. En op deze... Oh shit. Ik zag daar iemand. Ik weet alleen niet wie. Oh ja, ik heb gezien dat er een blokje beweegt, maar ik... Deze kant. Oh ja, kijk, dit is nice, Oh ja, Danny, hoe heet die? Danny? Ja! Allemaal dankzij Anna. Maar omdat Danny er nu ook bij is... Danny. Danny. Oh, Danny, correctie. Mag ik dan nu hem ook al gebruiken? Ja, dan mag je dus een slinger maken. Oh, een slinger. Een steeds grotere cirkel. Nee, dan mag de volgende ronde pas. Nou, ik zie daar iemand. Ik zie daar... Ja, heb je het nog vast? Je kan ook bevoet vasthouden. Nee, dat is niet. Ja. Ja, ik zie... Huh, liggen hier twee mensen? Ik zie daar iets en ik zie daar een voet of zo. Ja, daar ligt een voet. Nou, ik weet niet wie het is. Ik ga terug naar het blok via Anna. En dan ga ik hier in het midden. 7 tellen uit de rimboe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, ik weet waar ik moet zoeken. Ik weet maar... En ik heb jullie hulp nodig. Ik weet ook wel waar. Oké, Anna, wil jij hier staan? En dat puntje vasthouden? Ja. Kijk, dan ga ik zo via Anna, via Danny. Ga ik zo. Ja. Kijk! Je kan nog verder. Ik kan nog verder. Oh, hier zit niemand. Ik had verwacht dat hier iemand zou zitten. Volgens mij zit hier iemand in, maar. Ja, ik mag zoeken, maar ik denk niet dat het veel nut heeft. Volgens mij zit daar iemand, maar ik weet het niet zeker. Oké, ik ben weer op het blok. Ik weet het niet. Nou, ik wil iets proberen. Ik wil iets proberen, want ik wil het wel zo goed mogelijk doen. Anna, wil je hier vastpakken en dan zo ver mogelijk daarheen? Kijk, dan kan ik via Anna en via Danny. Daar zit Myron. Ja, Myron, ik heb je gezien. Myron is erbij. Ja! Dus we hebben Myron te pakken, omdat ik dus nog in de ketting zit van deze lieve mensen die ook zijn best doen.
En dan moet ik voor Boas, moet ik maar... Ja, Boas! Wat ben jij stom bezig! Ik zag je kijken! Ik zat achterin de bak en ik was gewoon door de bak heen gelopen toen je daarheen liep. Ja, ik zag hem kruipen. Oké, ik heb iedereen erbij gepakt. Ja. Iedereen met hoeveel nog tellen over? 6 volgens mij. 7 was je laatste, best wel snel gedaan. Ja toch? 10 tellen in de rainbow. Boas. 10. Nee. Zero. Ik hoorde daar een trampoline. Hier, wacht. Ik hoor daar iets. Even kijken of ik iets zie. Ik weet sowieso dat daar zit iemand... Oh! Oh my god, wie was dat? Ik keek alleen op de camera en kon niet zien wie. Boas? Dat is niet Boas, denk ik dan. Boas. Goed verstopt. Sukkel. Ik nam weer te veel risico, dat had ik niet moeten doen. 9 tellen in de rimboe. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dat kan echt niet. Ja, vertel een beetje snel, dan ben ik klaar. Dat was echt 9, 8, 7, 6. Dan kan je echt nooit hierheen komen. Nou, de rest heeft het gehaald. Voor mij een 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey, Yogi. Hey! Ging nou goed? Zie je? Maren! Oh, maar is dat er achter? Je had 5 seconden, je kwam tot daar. Nou, ik was eerst daarin gereden, toen dacht ik, hier is niks! Ah, Daddy! Waar zat hij? Oh, hier zo van de trampoline glijden. Nou, oké. Je hoeft alleen Enzo nog. Ja. Ah, oh. Cellen in de ribbel. 8, 7, 6. Veel te snel. 3, 2, 1, 0. Voortaan laten Miron maar tellen, want Miron is boos dat wij niet goed tellen. Want ik denk dat Enzo daar is. Ik weet het niet. En we gaan tellen in 3, 2, 1. 6 tellen in de rimboe. Ik tel van 6. Met zijn ijsje. 5, Enzo. 4, 3, 2. Hey, Yogi. Hey. Jij moet, je moet snel zoeken, want dan heeft hij niet tijd om zich nog goed te verstoppen. Jij blijft gewoon liggen. Dan krijg je Magnum. Die kant op zoeken, want ik hoorde iemand die kant op gaan. Maar ik hoop niet hoe ik dan van 5, 4, 3, 2, en zo. 1. Oog open. Je had echt zoveel zin, meisje, dat je daar maar gewoon heen ging, hè? Zit er pluisjes in? Nee, maar ik liet net wel een stukje vallen. Oh nee. Anna, hoeveel seconden had jij? 5. Jij had 7? Volgens mij 7. Zullen we nog 1 potje spelen, dan ben ik hem en dan ga ik jullie even allemaal slaan. Oké? Okay? Oh, is goed. 10 tellen in de rimboe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het klonk alsof iets kapot ging. Nou, dat is even goed loeren. Dan zie ik hier 1 gniffo. Ja, deze is kut. Die eerste is gewoon naar, want je kan gewoon bijna niks zien. Ik zie daar een blok, er zit daar iemand achter. Ah, oh, ik kan dit niet zien. 9 tellen in de rimboe. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, kak, weer niemand. Hoe kan het zo moeilijk zijn? Waarom hadden hun het wel? Oh. What the fuck? Hoe staat dat bord hier opeens? Ik zie de schaduw, maar ik zie niet wie het is. 7 tellen in de rimboe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat is volgens mij Enzo achter het bord. Ik zag zijn benen, maar ik weet nog niet zeker of dat zijn benen waren. Daar zit weer iemand. Oh. Ik kan niet zo slecht tegen! 6 tellen in de rimboe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buut Maren, buut Anna, buut Danny en buut Enzo. Ik zag jullie allemaal er nog inspringen. Ja, daar liggen de 2, daar ligt de 1 en jij komt daaronder. Hey Enzo, jij ligt achter de balk. Hoe zag je mij? Ja, ik zag je nog net springen. Want ik keek hier tussendoor.
Dus ik kon je onder de balk doorzien. Maar ik zag je met dat bord, ik zag hem bewegen en ik zag je sokken. En jij was de enige pluizige sokken, dus dan, je moet het zijn, maar ik durf niet zeker te zeggen. Weet je hoe moeilijk het was om hier te staan en in één keer te horen, zeven tellen uit die rimboe. En zo. Dat wordt gewoon een vlieger. Oké, jongens, genoeg Pokémon. Nog één potje. Anna wil nog even een revanche hebben. Oh, serieus? Ga jij tellen? Oh, gaan we serieus nog een potje doen? Ja, jij wil een revanche, dan krijg je hem ook. Ja, ik wil het gaan wel. Gaan we tellen. 10 tellen in de rimboe. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Ah, ik zag Enzo! Daar achter het blokje. Nou, ik zag Enzo net daar zo achter dat blokje kruipen. Maar nu wil hij niet daar achteruit komen. Ik hoor daar van alles en nog wat. Nog wat. Nog wat. Hij is daar aan het springen. En een salto aan het doen. 9 tellen in de rimboe. Ik tel 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, oh, ik zit helemaal daar. Oh, oh. Kijk hoor, met mijn voet, wijs, naar tegenaan. Kom ik zo ver? Oh, ik zag voeten! Woe! Maar ik weet niet van wie. Maar sowieso Boas, want die is de enige die dat kan. 8 tellen in de rimboe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wie zit daar achter dat bord? Iemand zit achter het bord! Hij draait. Zeven tellen in de rimboe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Enzo! Enzo! Ik ben jou! Hey! Ik ga je helpen! Yes! Iemand staat achter het bord, nogmaals. Jij was daarachter, de eerste ronde. Ik weet zeker dat mensen op de camera mij daar zagen liggen, alle keren al. Echt? Ja, je zag het gewoon niet, maar ik ga deze op het bord gooien. Gooi hem om. Oei! Nog een keer. Oh, nu houdt hij hem tegen. 6 tellen in de rimboe. Babas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No. Ik zag het even achteraan, maar ik weet het niet. Nu kan ik je verlengstuk zijn. Ja, dat zou super zijn. Ja, ik zie Boas! Ja! Boas shirt achter het bord. Echt? Hij zit achter zichzelf. Serieus? Ja, serieus. Dat is echt waar. Ja! Dat is jouw shirt. Dingetje. Kom. Oh ja, oh, oh, ja. Oh, die sok helemaal uittrekken. Nee, sok. Danny, het is Danny! Kijk, deze cheat ook, jongen. Het was de sok cheat. 21-0. Zie je dat bord opeens weer naar de achteraan? Ik kan ook gelijk nog een keer tellen. 5 tellen in de rimboe. 25, 23, 21. Dat bord brak bijna door midden. Maar je zag er nog steeds niet, hè? 4 tellen in de rimboe. 4, 2, 1. Ja, nu werd je gezien hoor. Hij was wel goed, 4 seconden. Dat betekent eindstand en zo 7 seconden. Ik had gewonnen toch? Ja, ik had volgens mij 6, 5. En Anna... 4.
Hij valt wel heel vredig. Maar het is inmiddels al 00:30 s'nachts, dus wij zijn allemaal wel een beetje kapot. Wij gaan lekker naar huis toe, lekker slapen. Alles weg, iedereen is moe. Dus vond je deze video leuk, doe duimpje omhoog. Vond je super knijt, kijk je leuk, subscribe even. En dan zie ik je de volgende keer weer bij de volgende video. Later. Ja, ik wil hem gewoon op mijn eigen. Je hebt wel zo'n hoofd dat jou alleen maar gele krijgt.